Welkom bij iAcademy, de internetopleider van Nederland. Ik wil je graag een voorproefje laten zien van deze e-learning cursus. Onder meer de volgende onderwerpen worden behandeld. Centraal in deze cursus staat de interactieve presentatie. Verder krijg je een e-book met de complete lesstof. Ten slotte bevat deze cursus opdrachten waarmee je de opgedane kennis direct kunt oefenen. Je sluit de cursus af met een toets. Hou je hiervoor een voldoende, dan ontvang je een gewaarmerkt certificaat als bewijs van je kennis. Blijf kijken, want je krijgt nu een selectie te zien van schermen uit de interactieve presentatie. Dat een knobbeltje in de borst een teken kan zijn van borstkanker, weten de meeste mensen wel. Maar knobbeltjes kunnen ook op andere plaatsen in het lichaam voorkomen, zoals in de hals, lies en zaadbal. Veel knobbels zijn vergrote lymfeklieren die ontstaan door een ontsteking. Als een ontsteking erg lang duurt, kan een vergrote lymfeklier ook lang blijven bestaan, maar meestal zijn vergrote lymfeklieren binnen vier weken verdwenen. Knobbeltjes die langer dan vier weken bestaan, kunnen onschuldige vetknobbeltjes zijn, maar ook hier kan het gaan om een signaal van kanker. Een verandering in de stoelgang kan vervelend zijn. Bijvoorbeeld als dat samengaat met diarree of verstopping. Vaak wordt een verandering in de ontlasting veroorzaakt door een ander voedingspatroon, maar er kan meer aan de hand zijn. Als de klachten langer duren dan twee weken is dit niet normaal en is het verstandig je huisarts te bezoeken. Als er bloed meekomt met de ontlasting is dit ook een goede reden om naar de huisarts te gaan. De belangrijkste soort kanker die stoelgangklachten kan veroorzaken is kanker van de dikke darm. Schrijf je vandaag nog in op academy.nl